Mercedes. Ik ben Misha. Ik ben Sam. Ik ben Camille. En hebben jullie er zin in? Ja. Wie heb je nu mee? Je dochter en? En mijn nichtje, Demi. De hele familie is mee. Ik zou niet zonder mijn dochters hier naartoe mogen. Wie heb je meegenomen? Mijn dochter en haar vriendin, die heb ik meegenomen. Zij heeft alle drie de films al gezien. En nu wil ze graag de musical zien, dus ik ben heel benieuwd. Het verhaal gaat over twee middelbare scholieren, waarbij de populaire basketballer Troy en de verlegen Gabriella samen de hoofdrol krijgen in een musical. Ook de meeste BN'ers stonden vroeger vooraan als de rollen voor de jaarlijkse opvoering werden verdeeld. Maar niet iedereen kreeg een hoofdrol. Nee, ja, dat kreeg je hoofdrol. Nee. Toen speelde ik volgens mij Bom. Ja. Ik zat in iedere musical die er was. En jij? Ja, ik ook. Ik heb heel veel toneel gespeeld en ik heb ook heel veel in de bands gespeeld. En ik heb heel veel... Ik wilde alles doen, eigenlijk. Ik was niet weg te slaan in de toneelstukken, natuurlijk. Ik had altijd een heel leuk popgroepje op school. Dat genereerde ook veel vriendinnetjes, natuurlijk. Een van mijn beroemdste scènes is dat ik postbode was. Dan mocht ik met een tas over toneel, weet je het nog? Ja, toen werd ik verliefd op je, toch? Ja, toen werd ze verliefd op me. Na afloop van de voorstelling was er natuurlijk de ontlading bij de hoofdrolspelers. En zelfs de meest kritische bezoeker was blij verrast. Kijk, 10 jaar geleden, dat hadden we niet gedacht dat we dit zouden kunnen. Voortreffelijk gedaan. De voorstelling is de komende maanden in het land te zien.